We zijn in de hoofdstad van Noord-Brabant bij FC Den Bosch en die spelen in dit stadion. Het stadion De Vliert. Het opende haar deuren in 1951 en biedt plek aan zo'n 8.500 toeschouwers. En wie kan ons alles vertellen over deze Brabantse voetbaltempel? Dat is niemand anders dan de geboren Ossenaar. Teun van Grunsven, dames en heren. Even kijken of hij thuis is. Hey man, Teun, jongen. Welkom bij ons mooie clubje. Kom binnen. Dankjewel. Dit is de spelerstunnel, zeg maar. Heb jij dit zelf gemaakt, die graffiti? Nee, niet zelf gemaakt, maar ik ben wel onder indruk, moet ik zeggen. Ik vind het wel, ziet er mooi uit. En ja, hier staan we voor de wedstrijd even te wachten op. Ja, voordat we kan gaan beginnen. Ja, precies. Ja, ik vind het best. Het ziet er ook wel vet uit, moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Hier de draak en de befaamde draak. Hey, wat voor gevoel krijg je als je hier in staat? Ben je een beetje zenuwachtig? Of? Ik heb altijd wel gezonde spanning voor de wedstrijd. Ja. Altijd wel gewoon, ik denk niet te veel, maar wel gezond. En ik ben wel van de bijlopen, moet ik zeggen. Ja, nou, wat dan? Niet per se als ik hiermee sta. Wel met de linkervoet eerst het veld inlopen. Klinkt misschien een beetje gek, maar dat is altijd mijn ding. En even kijken, linkerkant eerst aankleden. Dus sokken, schermen, die dingen, schoenen en dan rechts. Maar hier niet in deze ruimte nog iets van een schietgebedje of zo? Of, nee, eigenlijk niet. Nee. Oké, nou, we gaan eens het veld op, denk ik. Ja, helemaal goed. Wat ik al zei, met mijn linkerbeen het veld in, dus kijk uit. Yes, rijmen. Dan lopen we door. Dan gaan we hier opstellen met z'n allen. Ah. En dan is het even een applausje, dat kunnen we samen even doen. Applausje, die kant op. Ja, en ik zie wel kunstgras. Ja, voor mij is het niet helemaal top, maar om te voetballen is het wel fijn. Misschien beter een kunstgrasveld dan een heel slecht veld. Ja, precies. Maar over het algemeen vind ik dat voetbal wel op natuurgras gespeeld hoort te worden. Ja. En ik zou het wel fijn vinden als in de toekomst hier misschien een natuurgrasveldje. Misschien even lief naar boven kijken. Maar... ja, even een verzoekje doen. Maar verder, is wel een lekker stadion, toch? Hé, dan gaan we eventjes naar M-site. Geen vak M, maar M-site. M-site, ja. Gaan we daar eens even kijken. Wat is er eigenlijk nodig voor het Bosse publiek om publiekslieveling te worden hier? Ik denk dat supporters echt hier gewoon mouwen opstropen en veel strijd verwachten. En dan inderdaad gewoon kwaliteit wordt gewenst. Wat zijn nou een beetje de mooiste supportersliederen? Wat ik de mooiste vind? Ja. Ik vind het clublied vind ik heel mooi. Actie. Met heel mijn hart hou ik van jou. FC Den Bosch, ik blijf hoe altijd trouw. Wat goed. En heb jij een eigen nummertje ook, of niet? Nee, ik heb geen eigen nummers helaas. Ik zou het wel mooi vinden als hij een keer zou komen, maar we zien het vanzelf wel. Ik hoor wel eens een paar jongens die hier staan, die ik ken, hoor ik wel eens heel hard Teun schreeuwen, maar ze hebben geen echt... Daar moet nog een melodie bij. Nog een melodie, misschien een trolletje of zo erbij. Ja, kom de kleedkamer in, zou ik zeggen. Ja, dit vind ik altijd iets bijzonders, hè? Dit is... Ja, zeg wel iets magisch, hè, een kleedkamer. Ja, en je eigen kastje met een sleuteltje. Ja, met sleuteltje. Ja, dat is soms ook wel nodig, hoor. Want soms heb ik wel die proteïne dingen en zo. Heb ik wel eens en die worden gepikt? Die worden wel eens gepikt, dus je sleuteltje eruit haalt. Ja, we hadden de vorige keer bij Tim Reserveur, die had het over onderbroeken die werden gepikt. Oh ja, zeker. Ja, ook? Zeker. Jullie ook? Ja, ik zal eerlijk zeggen, ik ben ook wel eens dader, hoor. Ik heb weleens dat ik thuis ben. Dan zijn ze iemand anders onderbroek aan. Ja, per ongeluk. Maar dan zegt mijn moeder tegen mij van... Teun, zou je die onderbroeken die van jezelf zijn even mee kunnen nemen naar de club? En dan denk ik, oeh, shit. Maar ik zet de camera nu, dus... Oké, dan heb je onmaskerd. Opsporing verzocht, mensen. Hij is terecht. En dit is dus het roofwaar, wat je kan stelen. Ja, ik weet niet of die vies zijn of schoon, trouwens. Voor mij is het allemaal schoon en kijk hoeveel erin liggen, ja. Vind mij eigen onderbroek. Ja, dan zou ik er ook eentje pakken. Ja, iedereen vat het volgens mij Calvin Klein, is ook wel de mooiste volgens mij. Dus ik zal deze van mijn plek leggen. Dan heb je het in ieder geval al gepakt. Ik weet niet hoe hij is. Maar. Ja, okay. Maar jij hebt gewoon twee zits. Ja, het is niet hoe lang ik ben. Maar andere jongens zitten hier gewoon lekker heup aan heup. Ja, heup aan heup. Ja, veel hebben ook al plek voor twee, zeg maar, voor zichzelf. Maar sommigen hebben dan toch wel samen. Maar als ze hier willen zitten naast mij, zeg ik ook wel, kom maar zitten. Wat is nou een mooie anekdote die jij hebt meegemaakt in de kleedkamer? Ik heb wel eens bij RKC, hebben we wel eens gehad dat we schoenen, onderbroek, alles erop en eraan in een bak gooiden. Ja. En dan allemaal in de vriezer. Dus uiteindelijk je schoenen in één grote klomp pakken, weet je wel. Laten we even naar het materiaal nog gaan, maar
Frank altijd klaar staat voor ons om de wedstrijdshirtjes zo klaar te leggen. Frankie! Hey, Teuntje! Daar is hij, kijk eens. Teuntje, op YouTube. Ja, dat zal ik dan ook doen. Ja. Wat is jouw rol met de spelers? Ik vind het gewoon kei leuk om met die gasten te werken. Ja. Dus, ja. En het is wel allemaal vrijwillig, maar goed, daar hou ik mij op de been. Joh. Maar een leuk kerstpakket krijg je toch wel opgestuurd? Ja, ik krijg altijd een heel dikke envelop. Ja, wel ja? Ja. Oh ja, precies. Nou, ja. Maar er zit niks in, hè? Oh. Ja, papier of zo, nou, lekker. Nee, ik krijg wel een kerstpakketje. Nee, serieus, er wordt allemaal wel netjes geregeld door die gasten, dus dat is mooi. Nou, noem eens iets wat het eerste in jou Het eerste in mij opkomt, dat is ook altijd blijven hangen, dat we oud papier hebben moeten verzamelen, omdat de club bijna failliet ging. Maar wat moest je met oud papier doen dan? Ja, dat levert geld op, hè. Alle kleine beetjes helpen, zeggen wij dan, hè. Dus eigenlijk bestaat FC Den Bosch ook mede dankzij jou en het oud papier ophalen? Ja, dat sowieso. Zet er nog een tattoo van de FC Den Bosch? Ja, nee, ik wou net wel zijn met de tweede vraag. Wat heb je gezien dan? Kijk eens aan. Kijk, en die is al. Ja, draakje, ja. Hij heeft een brede arm. Ja, de shirt is te klein geworden. Ja. Dat heb jij zelf gewassen, dus nee. Nee, maar nogmaals, het lukt niet. Teun, wat voor jongen is dat dan? Hoe heb jij hem nu leren kennen? Teun, ik heb hem leren. Ja, hij is toen hij bij ons kwam best wel lang geblesseerd geweest. Zeg maar, hij is een Ossenaar, hè? Ja, ja, ik hoor het. Ja, dat is serieus gevaarlijk. Ja, kan ook allemaal wel, want ik dacht, hij is allemaal in de bos. Het is koude oorlog, dat snap ik. Nee, maar ik bedoel, continu inzet, jongen. Hij gaat 100% voor. En de laatste keer neusje gebroken. Ja, dat hoort er allemaal bij, hè? Staat hij weer goed terecht? Ja, dat is goed terecht. Ja, mij nu niet, hè? Maar dat is ook van vroeger. Okay. Maar hij is gewoon een toffe gast, echt. Nou ja, jullie programma is Stadion Speaker. Dan is dit wel het bijpassende hoek, denk ik, om te zijn. Ja, maar ga even zitten. Ga even zitten, ja? Ja, doet hij het? Dat zou wel even leuk zijn. Hallo. Hoe vind jij dat de stadionspeaker jouw doelpunt moet aankondigen? Wat een ongelofelijke goal, nummer 15, Teun van Rensselaer met een omhaal. Zien jullie mensen kijken daar? Nou ja, sluit hem maar even af dan, hè, de wedstrijd. Wat zegt hij op het eind? Volgens mij heeft hij altijd van goede overwinning en we hopen jullie graag over 2 weken weer in de Vliet te zien. Veilig thuis. Houdoe. Precies. Nou, dan gaan we gauw weg hier. Oké, Kaloem, alles nu gezien. Stadion, kledingkamer, alles op en eraan, dus wegwezen. Kom. Ja, ik dacht het al. Moeten gaan. Houdoe.